Welkom terug bij z Dat biertje in de voetbalkantine, die fles rood in het restaurant en die paar glazen whisky na een geslaagde zakendeal. Ze smaken natuurlijk heerlijk, maar kosten miljarden. Maximaal 2,9 miljard om precies te zijn. Dat zijn namelijk kosten van alcoholgebruik in ons land, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het bedrag is de som van onder meer lagere productiviteit, verkeersongelukken en extra inzet van politie. Matthijs, 2,9 miljard maar liefst. Per jaar, elk jaar weer, vorig jaar, dit jaar, volgend jaar, elke keer maximaal tussen de 2,3 en de 2,9 miljard. Ze hebben een nette bandbreedte genomen. En wij als. Rasechte journalisten pakken natuurlijk het hoogste bracht, maar dat is het maximaal. Ze hebben alle kosten meegenomen. Echt alles wat je maar kunt bedenken. Dus dat is verkeersdoden, verkeersgewonden, de kosten van politie en justitie. Maar ook bijvoorbeeld studievertraging of uh, uitval van school als je te veel, uh, als jongere te veel alcohol gebruikt. Gezondheidszorgkosten, een lagere kwaliteit van leven. Heeft ook een prijs gekregen van mensen die alcoholist zijn. Zo alles bij elkaar opgeteld en kwam je net op 2,9 miljard. Snap ik allemaal, maar het heeft toch ook baten dat wijntje of dat biertje? Ja, en die hebben ze ook mee genomen Dus dat is het netto bedrag. Ze hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld het geluksgevoel, om maar even uh, in mijn eigen woorden te zeggen, wat je krijgt als je als je uh, drinkt. Het consumenten surplus zeggen economen. Dan hebben ze netjes meegenomen. Ook de accijns en de winst van slijterijen en brouwerijen. Dus alle baten zitten er ook in. Maar dan per saldo kom je dus op die kleine 3 miljard, maximaal. Oké, okay, het is dus eerlijk, begrijp ik. Maar uh, toch nog even technisch, hoe meet je dan de kosten van een verkeersongeval van ja. minder kwaliteit van leven? Ja, je probeert natuurlijk echt. Appels met peren te, ja. te vergelijken en buiken op te tellen. Nou, er zitten een aantal economen uh, zijn erbij betrokken geweest. Dus RIVM heeft de gezondheidskennis uh, geleverd. Het, tri het Trimbos Instituut heeft ook meegedaan vanwege de verslaving. Maar ook een aantal economen van Maast uit Maastricht en uit Rotterdam. Ja, en die, uh, die kunnen dat heel goed eigenlijk uitrekenen. Daarvoor heb je uh, uh, cijfers voor de hoeveelheid, ja, kwaliteit verloren van je leven. Uh, qualies noemen noemen economen. Qualies, qualies. qualies ja. Ja, Q-A-L-Y. En dat is Quality Adjusted Life Years. En dat is een soort bedrag. Hè, je moet ook een bedrag aan hangen. Mm. Dus het bedrag, er zijn heel veel onderzoeken naar geweest. Wat eh, één gezond, kwalitatief goed levend jaar extra waard is. En in dit rapport hebben ze 50.000 euro genomen voor één jaar. Dat is dus zeg maar anderhalf keer modaal, zou je kunnen zeggen. Wat het een mens oplevert aan welvaart. Het gaat dus eigenlijk niet om de euro's, het gaat om de totale som van de welvaart. Als je één jaar in goede kwaliteit Langer kunt leven. En dan kun je dus al die, al die gezondheidsdingetjes en doden, de sterfelijke dingetjes daarmee omrekenen naar een bedrag. Helder. Nou ja, dus, helder. Best ingewikkeld, maar wel. Ja, nou stoppannen. ja, jouw uitleg ja. is vrij helder. Dus uh, uh, de moraal van het verhaal is: we moeten veel minder drinken. En zeggen de onderzoekers: dan knallen we lekker de acties omhoog. Ja, ze hebben verschillende manieren gevonden, of suggereren ze, om te zorgen dat dan het drankgebruik afneemt. Uh, en ja, ze hebben ook even uitgerekend hoeveel ons dat dan weer oplevert in toegenomen welvaart. En dan zijn deze sommetjes, en dan rekenen ze over een periode van 50 jaar uit. En dit zijn weer de maxima. Stel je voor, de accijns wordt drie keer hoger dan die nu is. En dan gaan we minder alcohol gebruiken. Dat levert dus 47 miljard euro over 50 jaar op aan meer welvaart. Uh, een kwart van de verkooppunten dicht, zoals we met sigaretten hebben gedaan, zo'n 12 miljard op. Leveren. En net als bij sigaretten, een verbod op reclame in de media. Uh, nog een keer 7 miljard. En dat bij elkaar maximaal in 50 jaar ligt. Er dus 66 miljard op tafel. Voor dit soort relatief nog niet eens zo hele erge. we dat doet met sigaretten ook. Uh, uh, uh. Ingrepen, nou hallo, de accijns drie keer omhoog. Hoe duur wordt dat wijntje dan? Ja, dat heb ik even uitgerekend. Het viel ah. me eigenlijk ah. nog wel mee hoor. Als je kijkt naar, uh, naar hoeveel accijns er nu zitten op bijvoorbeeld een fles wijn, dan is het ongeveer 50 cent op een fles wijn van uh, zo'n 6 euro. Nou, die worden dus daarmee een eurotje hoger als je drie keer zo hoge accijns uh, gaat rekenen. Een krat bier van 15 euro. Uh, heb ik even gepakt uit de, uit de supermarkt. En die wordt 19,21 euro. En natuurlijk, het meest accijn zit op hard likker. En daar hebben we een fles whisky van 30 euro. En die wordt dan 43,50 euro. Die gaat eigenlijk het hardst omhoog. Die andere valt het. Nou ja, weet het niet. Worden een soort Denemarken, uit. een soort Scandinavië. Ik vind het wel saai, eerlijk gezegd. Ja? Ja. 2,9 miljard per jaar. Ja, maar zit er, ook een, een, zit er ook een kantelpunt? Zeg maar. Dus dat hè, ze zeggen. Of moet je helemaal naar nul? Nul glazen drinken. Of kan je één glas drinken. En levert het ons dan toch nog? Nou, op? Ze, kijk, ze hebben inderdaad eigenlijk alle, alle, alle wetenschappelijke kennis die er is over hoe slecht drinken is, ook voor je eigen gezondheid, maar ook voor de maatschappij dus, en voor de economie. Maar wacht je even, je dat ene rode wijntje zou toch heel goed zijn. per Ja, dag? ja ik denk dus dat het, dat het helemaal niet zoveel oplevert om de accijns bijvoorbeeld zo hoog te maken dat niemand meer een fles wijn koopt. Dan die laatste fles wijn, die je ook niet meer koopt per week, die levert niet zoveel op. Het gaat vooral om het afremmen van dat, van dat grootste hè dat zei RVM ook in de uitzending van RTLZ vandaag. Vooral natuurlijk de verkeersongelukken die ontstaan door mensen die te veel gedronken hebben. En, en uh, ja, matig gebruik hoef je minder af te remmen. Maar in principe, de meeste welvaart misschien wel als je het helemaal niet meer doet. Gewoon een spaatje vanavond. Een spaatje rood dan, hè? Ja. Er zitten ook. Zit ook accijns op trouwens, op frisdrank.